Goedemiddag en van harte welkom bij de persconferentie van verkenner Ronald Plasterk. Die eerst een korte inleiding zal geven en daarna is er ruimte voor enkele vragen. Het woord is aan de verkenner. Goedemiddag allemaal. Hier naar wat bekende gezichten. U bent misschien verrast dat ik hier sta, maar uw verrassing is niet groter dan de mijne. Zoals inmiddels bekend is geworden, gisteren, terwijl ik op mijn werk was, aanvankelijk gebeld door Geert Wilders. Die vroeg of er bezwaar tegen was dat hij elders in de Kamer zou peilen of er draagvlak was voor het idee dat ik als verkenner zou optreden. En kort daarna door de Kamervoorzitter gebeld met de vraag of ik die uitnodiging zou willen accepteren. En nu sta ik hier. En er is inmiddels een besluit getekend waarin ik dus ben benoemd in die rol van verkenner. En ik ga u zo ook zeggen wat de opdracht is die mij is meegegeven. De uitslag van de verkiezingen is natuurlijk voor velen verrassend gebleken. Maar het volk heeft gesproken, of eigenlijk moet je zeggen, de kiezers hebben gesproken. Want niet iedereen in het volk heeft gesproken natuurlijk, als we heel precies zijn. Dus het is tijd om aan de gang te gaan. Het land moet worden geregeerd en er zal in lijn met de verkiezingsuitslag dus een kabinet geformeerd moeten gaan worden. Zoals u weet was het in het verre verleden zo dat dan alle fractievoorzitters naar het paleis gingen om aan de koning te vertellen wat hun plannen waren, waarna de koning een informateur benoemde, maar dat proces is nu naar de Tweede Kamer toegehaald. En vandaar dat we hier ook nu zitten als eerste stap om in feite die fase van verkenning uit te gaan voeren. Dus aan mij is de taak om in de komende dagen samen met alle fractievoorzitters van de nieuw in de Kamer gekozen partijen, die zoals u weet volgende week daar geïnstalleerd gaan worden, te proberen het eerste stuk van die puzzel te leggen. Dus vanaf morgenochtend start ik met de gesprekken met de leiders van alle politieke partijen. Althans, de leiders van alle politieke partijen zijn voor die gesprekken uitgenodigd. Voor een deel worden de afspraken ook nog, terwijl we hier nu zijn, verder ingepland. En dat gaat gebeuren in de volgorde van de grootte van de partijen zoals die bij de verkiezingen tot stand is gekomen, de volgorde. Dat gaat deze week allemaal gebeuren, die gesprekken. Daarbij valt het niet uit te sluiten, of eigenlijk ligt het zelfs wel voor de hand, dat naar aanleiding van de opvattingen van sommigen er vragen ontstaan die vervolgens met anderen besproken zullen moeten gaan worden. Zodat er dus volgende week met een kleiner aantal partijleiders nog een tweede gespreksronde zou kunnen gaan plaatsvinden. En uiteindelijk is de bedoeling om te komen tot een verslag dat ik dan voorafgaand aan een Kamerdebat aanbied aan de Kamervoorzitter, waarbij het streven is dat we dat volgende week gaan doen. Maar zoals natuurlijk, het moet zo snel als het kan en zo degelijk als het moet. Dus we gaan het proberen zeker de vaart erin te houden. Maar het moet natuurlijk ook juist in die eerste fase wel van belang dat alles wat besproken moet worden ook werkelijk wordt besproken. Dus misschien nog goed om voor zover u dat niet al heeft gezien, de taken van de verkenner. Bent u daarin geïnteresseerd om die, dat ik die nog even kort noem? Die zijn één, inventariseren hoe de beoogde fractievoorzitters, want ze zijn het niet, de verkiezingsuitslag interpreteren. Twee, de richting nagaan die zij in de kabinetsformatie zouden willen volgen. Drie, de mogelijkheden verkennen die ze zien voor politieke samenwerking in een te vormen kabinet. En vier, nagaan uit welke politieke groeperingen de informateurs zouden moeten komen, informateur of informateurs, en eventueel ook welke kandidaten daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen. Dus dat is de opdracht die mij is meegegeven. Hierbij wou ik het voor mijn korte inleiding laten en dan ben ik graag bereid uw vragen te beantwoorden. Als eerste de NOS, maar wacht even tot de gezamenlijke microfoon er is voor de stream ook. Dank. Mevrouw Wiesing. Stopt u met uw columns en in uw laatste column, mijn tweede vraag, zegt u dat het eigenlijk allemaal niet al te moeilijk moet zijn. Er zijn vier partijen die logischerwijs tot een kabinet zouden moeten komen. Deelt u die mening nog steeds dat dit eigenlijk een vrij makkelijke opdracht is?
Het antwoord op de eerste vraag is ja. Dus ik stop met die column gedurende dit traject. En dat brengt overigens ook met zich mee dat ik me realiseer dat ik nu natuurlijk een hele andere rol heb. Want ik word nu door de hele Kamer uitgenodigd om dit te gaan doen. En mijn taak is nu om te inventariseren hoe de fractieleiders in de Kamer erover denken om daarmee tot een advies te komen. En dan draagt het niet bij aan het succes daarvan als ik nu nog uit eerdere columns ga citeren of daar commentaar op ga geven. En dat geldt ook voor alle vragen die u nog over alle voorafgaande columns wellicht zou kunnen stellen. Dus dat, die zijn geschreven ik ga in de rol die ik hier nu heb daar geen commentaar op geven. Ja, dat... De volgende vraag is voor RTL, die heeft de microfoon. Sorry. Ja, u zegt dat nu wel, maar u bent vrij uitgesproken geweest in die columns. Kunnen die partijen die met u de komende tijd in gesprek gaan, kunnen die erop vertrouwen dat u die gesprekken ook onafhankelijk gaat voeren? Wat mij betreft is dat zeker. En ik krijg ook de indruk uit het feit dat er kennelijk brede steun in de Kamer was dat ik dat ga doen, dat zij dat vertrouwen ook zullen hebben. Meneer Hoedeman. Pakt u de column straks weer op? Nou, weet u, ik vind nu een dag vooruitdenken al een heel eind, is mij gisterochtend gebleken. Dus ik laat het daar nu even bij. Ja, maar kunnen mensen die straks hun ziel en zaligheid aan u blootleggen, ervan uitgaan dat zij zichzelf niet terugzien in later columns? Dat is een hele andere vraag. Dat is een hele goede vraag, maar natuurlijk, dit traject is vertrouwelijk. En daar kunnen ze absoluut van uitgaan. En nog even voor alle duidelijkheid, bent u nog Partij van de Arbeid lid? Dat is nog veel andere vraag. Ik ben 46 jaar lid van de Partij van de Arbeid. En, dat ben ik. En hebt u PVV gestemd? Ik ga niet. Dat is in dit land, geloof ik, vertrouwelijk. Okay. Mevrouw Eck. Mevrouw Eck eerst. Meneer Plasterk, de vorige verkenningsfase liep allerminst soepel. Wat neemt u daarvan mee in deze verkenningsfase voor u? Wat ik daarvan meeneem is dat, zoals ik erop terugkijk, zoals ik het begrepen heb, op enige afstand, dat toen de strikte taak van het verkennen door elkaar ging lopen met het uitvoeren van een informatie, waarbij dus al over inhoud werd gesproken, waarbij, geloof ik, zelfs over personen werd gesproken. En ik denk dat het van belang is om die trajecten echt te scheiden. Ja, maar eigenlijk heeft u dat natuurlijk al wel een beetje gedaan. In vooruitlopend op uw column, heeft u dan niet ook een beetje informateur gespeeld in die column en moet u nu weer terug naar verkenner? Ja, ik kan het niet duidelijk zeggen dat ik zei, ik ben nu verkenner en ik zal dat rol vast doen. En wat ik daarvoor allemaal in die column heb geschreven, dat mag iedereen lezen. En maar dat moet iedereen even vergeten? Nee, dat mag iedereen ook onthouden. Alleen, dat is een ander traject en dat zal nu geen rol spelen in deze verkenningsfase. Ja. Speelt het nog een rol dat het is niet een geheim dat uw connecties met de heer Timmermans nou niet allerminst vriendelijk zijn verlopen? Speelt dat nog een rol in de gesprekken? Nou, ik ben blij dat u dat vraagt, want daar leven toch geloof ik wat misverstanden over. Ik heb in een interview dat meer dan 10 jaar geleden is verschenen een aantal dingen gezegd waar hij toen niet enthousiast over was. Ik heb toen mijn excuses gemaakt voor die dingen, want die pakte anders uit dan ik ze had bedoeld. En die komen nu natuurlijk opnieuw dan in de pers, maar dat is heel lang geleden. De excuses zijn daarvoor gemaakt. Maar u bent natuurlijk ook niet altijd even positief geweest over de eigen partij, over de heer Timmermans. Speelt dat nog een rol straks in die gesprekken? Nou, ik geloof niet dat ik me daarover uitgelaten heb specifiek. Nee, en dus wat mij betreft niet, nee. En hierna meneer Bicky. Meneer Plasterk, Mike Miller van de Telegraaf. Ik vroeg me af, er is best wel veel steun voor uw benoeming als verkenner de afgelopen tijd gekomen, maar er is ook best wel wat kritiek gekomen, en vooral vanuit de linkerzijde. Ik vroeg me af, hoe kijkt u ernaar en hoe wilt u die mensen eventueel geruststellen dat de verkenning bij u in goede handen is? Nou, wat ik heb begrepen, wat mij is meegedeeld, is dat er inderdaad brede steun was voor het voorstel dat ik dit zou gaan doen. En dat beschouw ik als eervol en dat stel ik zeer op prijs. En daar ga ik ook mijn best voor doen. Met mij is niet gedeeld de gronden voor de enkeling die wellicht daar bezwaar tegen had. Dus daar heb ik verder geen commentaar op. Maar nogmaals, ik heb dat al gezegd, alle politieke leiders zullen natuurlijk uitgenodigd worden voor een gesprek. En wat mij betreft is iedereen wat dat betreft gelijkwaardig. Ja. Bent u eigenlijk ook na deze periode bereid om het vervolgtraject voor te zetten, bijvoorbeeld als formateur of informateur
Of misschien zelfs daarna in een zakenkabinet. Daar geef ik hetzelfde antwoord op. Ik leef nu echt even van dag tot dag. En dat moeten we in mijn situatie ook zich kunnen voorstellen dat dat voor de hand ligt. Dus dit is wat ik nu ga doen. En dit traject is in principe, nou ja, wat zal het zijn? Twee weken gaat dit duren. Volkskrant, Avinash Biki. Meneer Plasterk, ik dacht gehoord te hebben dat u verrast was dat meneer Wilders u had gebeld. Klopt dat? Ja. Waarom was u daar zo verrast over? Ja, ik wil wel vertellen waar ik mee bezig was, maar ik was vaccins tegen kanker aan het ontwikkelen in mijn bedrijf en met mijn hoofd bij hele andere zaken en ik had dat helemaal niet zien aankomen. Ja, de reden waarom ik dat eigenlijk vraag, in uw columns komt u natuurlijk veel overeen met de gedachtegoed dat Wilders heeft. Heeft het daar misschien iets mee te maken? Kennen jullie elkaar al langer? Nou, ik heb zelf in de Kamer gezeten, zoals u weet, tussen het kabinet Balken en het kabinet Rutte, waarin ik gezeten heb. En in die periode zat Wilders inderdaad, want hij zit al heel lang in de Kamer, zat ook al in de Kamer. Dus ja, ik ken ken een heleboel Kamerleden natuurlijk al, ja. En politici al. Hebben jullie daarna nog contact onderhouden met elkaar? Ja, maar niet zeer regelmatig, maar ik heb hem wel gesproken, ja. Oh ja. Waar ging dat dan over? Nou, toch over politiek, hoor. Als je als een oud-politicus een politicus tegenkomt, dan praat je al gauw over politiek. Ja, dus jullie konden vrij goed met elkaar van gedachten wisselen? Ja, maar dat wil ik niet groter maken dan het is, want dat kan ik geloof ik wel met een heleboel mensen, hoor. Maar ja, dat is waar. Ja. Heeft u meneer Timmermans nog gesproken? Die heb ik niet gesproken. Nee. Dat is een nieuwe leider van PvdA GroenLinks. Heeft u met hem nog wel eens in de afgelopen jaren van gedachten gewisseld? Nee, ik denk dat wel een tijd geleden is. Maar goed, hij zat natuurlijk ook in Brussel op een heel andere functie en heel aan het weg, hoor. Dus, Is dat misschien gek dat u meer contact heeft met de heer Wilders dan met de heer Timmermans? Ja, maar ik pak er nu twee uit, maar er zijn ook andere oud-politici te vinden waar ik meer contact mee heb gehad en andere weer waar ik minder contact mee heb gehad. Ja. Dus mijn voornemen is om, wanneer is het donderdag, waar zijn we nu, morgen naar het afscheid van Henk Nijboer te gaan, maar dat gaat ongetwijfeld sneuvelen als ik gesprekken moet voeren. Dus bij deze, om maar eens iemand te noemen waar ik wel contact mee heb gehad. Ja, afgezien van de verkenningsgesprekken, gaat u dan contact zoeken met de heer Timmermans? Ja, dat is de tweede partij morgenochtend met wie ik in gesprek ga. Ja, dus zeker. Ja, oké, dankjewel. Nog twee vragen op rij 2. Eerst. Meneer Plassen, weet u eigenlijk waarom Wilders u als verkenner heeft gevraagd? Dat weet ik niet. Hij zei tegen mij dat hij de indruk had dat ik op geen loer zou draaien. Dus dat is ongeveer de formulering geweest. Maar nog verder, heeft hij nog uitleg gegeven waarom het belangrijk was dat u het juist zou moeten zijn? Nee. Helemaal niet? Nee, hij dacht dat de interessante gedachte was dat er draagvlak voor zou zijn. En hij vroeg of het goed was dat hij dat verkende. En kwam dus een uurtje later, of een half uur later, terug met de mededeling dat er verrassend veel draagvlak voor was. Ja. En u vroeg uzelf ook niet af, waarom vraagt Wilders mij? Ik heb wel, toen hij bij belde, gezegd van, god, ik kan nog wel een paar geschikte namen noemen. En die zijn we ook even afgegaan. Dus u wilde in eerste instantie niet? Nou, niet om die reden, maar ik dacht van, wat krijgen we nu? En ik dacht van, die en die en die, want ik lees jullie kranten ook allemaal. En ik had al die namen gelezen, dus ik dacht, nou, even weten waarom. Dus dat was even mijn allereerste reactie. En waarom heeft u wel ja gezegd? Ja, ik wil het niet groter maken dan niet dramatischer laten klinken. Dat is maar toch omdat het land roept, toch? Als het parlement vraagt of je klus wil doen. Nou, dan moet je wel een hele goede reden hebben om die klus niet te doen. Dus ik heb inderdaad mijn agenda natuurlijk moeten omgooien. Ik was in mijn bedrijf met andere dingen bezig. Ja, dat vind ik toch moet je wel een hele, hele zware reden hebben om daar nee op te zeggen. Ja. Ook als Frans Timmermans misschien had gebeld, had hij ook ja gezegd. Als die uiteindelijk mede namens het parlement, want daar gaat het niet natuurlijk om. En dat geeft het gewicht eraan natuurlijk. Als één iemand belt, is iets anders. Ja. Nog even naar uw buurman en daarna naar Van Groningen. Ik denk voor een afronding. Hallo, Gijsbert van Dalen van het ANP. Goedendag. Bij de vorige verkenningsfase, na de vorige verkiezingen, zijn uiteindelijk de gespreksverslagen van die verkenningsgesprekken ook openbaar gemaakt. Bent u dat van plan? Dan moet ik even kijken dat ik dat heel precies.
Ik kijk even naar Freek, want hoe is dit precies vastgelegd? Ik zat en met het publiek de volgende vraag had te spreken, dus ik heb de vraag niet gehoord, nog een keer. Oh, sorry, of de gespreksverslagen openbaar worden? Na afloop, ja. Ja, toch? Ja, ja. Ik dacht het ook. Na afloop van de verkenningsfase worden de gespreksverslagen openbaar. Ja. Ja. Zullen journalisten en het publiek tussentijds nog worden geïnformeerd over wat er tijdens die gesprekken heeft plaatsgevonden? Nee, bij mijn weten, maar hou me ten goede, beperkt het zich echt tot de gespreksverslagen als zodanig. Die worden ook geautoriseerd door degene die daarin sprekend worden ingevoerd. Want die willen natuurlijk niet, die willen wel weten welke citaten van hun uiteindelijk in het verslag komen. Dus dat is allemaal keurig in procedure vastgelegd. Ja, en tot slot, 5 december, dat is nog maar een week. Denkt u dat het u gaat lukken om in die korte tijd verslag uit te brengen? Het streven, zei ik net, is om te proberen volgende week verslag uit te brengen. 5 december is niet helemaal het eind van volgende week. Dus we gaan doen wat we kunnen. Op de dag dat de Goed Heiligman vertrekt, dan zou het mooi zijn als ik ook weer kon vertrekken. Maar ik weet niet of we dat gaan halen. Thomas van Groningen. En daarna naar Peter Kee. En dan zijn we volgens mij aan het eind. Meneer Plasterk, heeft de nieuwe verkenner er een opvatting over dat een van de partijen met wie hij nog moet gaan praten al de input naar de verkenner al aan de media heeft gegeven? De VVD, om het maar even bij naam te noemen. Oh, er zijn ook wel weer opvattingen over door anderen overgegeven, geloof ik, over dat feit. Ik denk dat ik het best aan doe om dat gewoon even nu te laten. Dus u verwacht dat wellicht nog kan veranderen dan? Sorry? U verwacht dat het misschien nog wel kan veranderen dan? Het zijn alweer twee verschillende dingen. Hè. Wat je ervan vindt dat mensen vooruitlopend deze fase al aan de media opvattingen geven. En taxatie, in hoeverre politieke partijen naar bevind van zaken nog weer andere opvattingen kunnen ontwikkelen. Dat laatste is geloof ik wel eerder gebeurd in de geschiedenis van kabinetsformaties. Ja, maar het maakt uw werk misschien wel lastiger. Nou, dat gaan we zien. We gaan het doen met de situatie waarin we beginnen. Oké. Zeg, u heeft er niet lang over nadenken toen het land de beroepen deed, maar wat was het voornaamste bezwaar dat u zag? Nou, ik moest even heel praktisch denken, want ik had allemaal afspraken. Ik geloof dat er vanavond iemand uit Los Angeles zou ik mee uit eten gaan om te praten over wetenschappelijke plannen. En dat moeten anderen nu allemaal overnemen. Maar louter praktische zaken? Okay. Ja, want ik ben gewoon druk aan het werk in een bedrijf. Ja. Zeg, u heeft nu de rol van de koning. U heeft de woordvoerder van de koning. Ja. Voelt u zich ook een beetje de koning? Nee. Ik voel mij eenvoudig een burger hoor. Die nu tot een hoge functie tijdelijk is geroepen. En daar zijn best voor gaat doen. Ja? Ja. Waarmee we aan het eind komen van deze persconferentie. Veel dank, een fijne avond. Dank voor de aandacht.